Ik zag op onze site dat er heel veel reacties zijn binnengekomen over het leenstelsel. Daarvoor ben ik iedereen dankbaar, want juist met al die ideeën en al die opmerkingen kan ik weer werken aan een beter en socialer leenstelsel. Waarom willen wij dit? Wij willen investeren in de kwaliteit van onderwijs. En waarom noemen we het een sociaal leenstelsel? Omdat we alle studenten, toekomstige studenten, de mogelijkheid geven om het maximale uit zichzelf te halen. Laat elk talent tot zijn recht komen. En het sociale aspect is dat lenen inhoudt dat je pas terugbetaalt na je studie als je geld gaat verdienen. Verdien je niets, dan betaal je niet. Verdien je een beetje, dan betaal je een beetje. En ga je gewoon normaal verdienen, zoals de meesten nadat ze een studie hebben afgerond in het hoger onderwijs, dan betaal je het draagkracht terug. Het restant wat overblijft na 15 jaar wordt gewoon kwijtgescholden. Kortom, voor iedereen is studeren toegankelijk. En ik sta voor een sociaal leenstelsel en dank voor al jullie reacties.